And I open mijn saddles. Oké, nou, het is vandaag zondag en we zijn al vroeg uit de veren om lekker op buitenrit te gaan, want nu het schijnt zonnetje nog, het is best lekker weer voor deze tijd van het jaar dan. En ja, we gaan lekker op buitenrit. Gisteren hebben we niet zoveel gefilmd, we waren druk met andere dingen. Dus ja, vandaag gaan we weer vol tegenaan. Heb je iets grappigs op de hand? Dit is normaal gesproken gewoon de weg. Pad langs de buitenbanen. En daar hebben we nu een vijver. En in die vijver wonen twee eentjes. Nou, dat is toch schattig. Wel vind ik dat. Het is vandaag maandag. En ik ben bezig met Blondie te poetsen. En ik ga zo rijden samen met mijn moeder in de binnenbak. Want het is niet heel lekker weer. Vandaag nog naar school gegaan. Net zoals heel de week. Wat wel fijn is voor de vakantie en als het kerst is. Woensdag heb ik altijd een korte dag. Donderdag hebben we kerstdiners, hebben we ook een korte dag. En vrijdag hebben we ook een korte dag, omdat het dan bijna vakantie is. Dus ik heb 3 korte dagen achter elkaar. Woep woep. Alleen maandag en dinsdag zijn lang, dat is wat minder. Maar ja, school is ook belangrijk. Dus ik ben wat later, dus ik een beetje opschieten met poetsen. En ik kwam er net ineens achter, vooral even hard bij haar komt. Dat is niet van deze tijd van het jaar. Dus meestal in de zomer, maar nu, voor we even besloten dat het nu is. Kan wel komen door de ouderdom. Maar, is niet zo hoor, je bent niet oud en het komt ook niet door de ouderdom. Het is gewoon verandering van het licht hoor, schat. Ja hoor. Ik heb vandaag springles gehad op een roontje. En het ging eigenlijk best wel heel erg goed. Alleen ze ging een beetje aan me hangen of wou niet naar me luisteren voor mijn gevoel. En best wel gesprongen. En ze luisterde ook goed naar de afstanden wat ik zei. Dus we hebben weer veel geleerd. Morgen komen mijn zadels. En ik zei tegen mijn moeder, mama, je mag de foto's van mijn zadels niet zien. Dat mag echt niet. Vervolgens, ik heb de foto's van je zadel gezien. Vind ik niet zo leuk. Het is vandaag donderdag en ik heb net in Tiel de zadels opgehaald. Alleen ik wil niet dat Tessa ze al ziet voordat ze gaat unboxen op Instagram. Ik zal de camera ook een stukje mee laten lopen en dan kunnen jullie het ook zien op YouTube. Maar ze liggen in de auto hier achter mij. Daar. En Tess mag ze dus niet zien. En dat is lastig, want ze zijn zo groot natuurlijk. Ik zal even laten zien, even snel. Dat is alles wat jullie te zien krijgen. Maar dat wil ik dus niet dat Tess dat ziet, maar... Het kan niet anders in de auto. Dus, nu heb ik Tessa geblinddoekt. En dan gaat ze geblinddoekt mee. En dan gaan we unboxen gewoon in de studio. Dus hier zit Tessa braaf te wachten. Draai je maar naar mij toe. En sta maar op. Welke kant is het op? Follow het geluid. En maar je hand. Oh, dat vind ik echt eng. Je hoeft alleen maar echt op te wachten. En dan zie je een eenhoorn in de weg. We gaan een beetje snel. Oké, je moet zo meteen een stap nemen. Ho, stoppen en dan... Ja, stap. Kom maar. Zo. Ga ik de deur open doen. Wachten.
Zo. Ga je naar de auto. Zo. Ik kan er onderdoor kijken. Ik kan niet terug. Nee, ik kan er niet onderdoor kijken. Kijk, hier zit een soort ding. Nou ja. Nou, dus dit. Gordel vastmaken. En dan gaan we naar de studio. Kom maar. Here we go. Hi, ik weet niet waar jullie zijn, maar jullie zijn hier ergens. Ben ik al live? Nee, nog niet. Oh, hier ergens zijn jullie. Ik kan het niet zien. Ik heb de instelling hier nog niet gezien. Ik weet alleen dat ik 2 zadels heb gekregen van mijn moeder. Heel lief. En van mijn vader. En van Passier. En van Jacob. En van Equilibrium. Saddle Fitting Service. Ja. Ik heb daar 2 hele prachtige zadels van. Een springbruin en een dressuur zwart. Met allemaal roze steentjes. En ik heb ze nog niet gezien. Ik mag ze ook niet zien. Ik ben heel benieuwd. Dan mag je wel je blinddoek op de afgrond doen, maar je mag hem nog niet omdraaien. Oh, licht. Geef mij die maar. Oh, zo het licht. Can I open mijn saddles? Oké, nou, open. Ja. Dat laten zien. En daaronder zitten de wimpers die je besteld had. Oh, ze zijn wel echt heel mooi. Oh, ze zijn ook lekker dik. Ja, ze zijn heel bijzonder, want ze lijken heel dik. Maar als je ze oplegt, zijn ze ongeveer net zo dik als een gewoon dekje. Ze zijn heel speciaal, want aan beide kanten kan je ze gebruiken. Oké, dit is mijn dressuur en dit is mijn spring. Dat klopt. En dan heb je hele mooie passierhoesten erbij gekregen. Kijk, hier kan mijn single ook in. Ja, hoe moet daar je single in? Nou, dat wist ik wel. Ik vroeg me al af waar het voor was. Oké, ik begin met mijn dressuur. Oh, zo gaaf! Heel mooi. Mooi, hè? Ja. Ook heel erg mooi. Oh, hij is een soort van hetzelfde. Huh? Maar deze is toch niet bruin, of wel? Ja, hij is echt bruin. Echt? Eén is zwart en de andere is bruin. Oh ja. Ik ga het wel doen zometeen. Kijk, hoe mooi! Het is vandaag vrijdag en vandaag heb ik mijn zadels meegenomen. Hier is mijn dressuur en als we een stukje verder lopen is hier mijn springzadel. En als we dan weer een stukje verder lopen, dan heb ik hier mijn oude zadel. Het welberuchte Tessa Hart van Paarden zadel. Ik heb daar met alle 3 de paarden mee gereden. Ponies en... Ja, deze wordt waarschijnlijk verkocht. Dus die gaat weg. Want ik heb nu natuurlijk 2 hele mooie nieuwe zadels. Ik ga de beugels er zo overzetten. Blondje pakken, dan even de zadels erop leggen. Ik ben echt heel benieuwd. En er is ook nog iets heel bijzonders aan de dekjes. Namelijk dat je de dekjes van 2 kanten kan dragen. Je hebt een hele mooie roze kant. Je hebt ook een soort paars-grijsachtig. Maar vandaag ga ik rijden met roze en met dit zadel. Dus laat het maar snel gaan overzetten. Nou, ik heb het zadel getest en voor de eerste keer, het zat heel veel zachter, dus als ik na de sprong weer neerkwam zo, nou niet zo hard zo, maar wat zachter, zat ik een heel stuk zachter dan op mijn vorige zadel. Toen zat ik echt zo, toen dacht ik, oh, dat is best hard. En nu is het gelukkig wat zachter. Het dekje was erg poefy, dus ik was ook nog een beetje zo naar voren gevallen, want ik moet nog een beetje wennen. Het dekje vikt me nog een soort op met mijn benen. Dus ik ben helemaal blij.